Goeiedag allemaal en heel erg hartelijk welkom terug bij Bellen of het Beest. Ik ga vandaag voor de derde keer de route van het beest bewandelen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ben misschien een heel klein stukje van de opnames kwijt. Als ik hem kan vinden, plak ik hem erachter en anders beginnen we gewoon. Typ nu de letters van uw naam in om een nieuw spel te beginnen. Of vervolg uw oude spel door uw naam van de lijst te kiezen. Nou, daar sta ik met mijn game naam, dus let's go. Ik wilde niet aandringen, meester, maar als u naar mij geluisterd had, hadden we nu niet in de problemen gezeten. Ja. We hadden Bellen niet moeten laten gaan. U hebt een kans gemist om... Jij kunt ook geen seconde je mond houden, hè? Holybol! Goed. Het volgende is de waarheid. Bellen is naar haar vader. Dat kunnen jullie zien. Je moet misschien verschuiven. Hou je mond en laat mij nadenken. Dat kunnen jullie zien in mijn vorige video waarin ik met Bellen op stap ben geweest. En hierbij is het nu zo dat het beest is door een ondergrondse aardverschuiving in deze kamer terechtgekomen. Dat is dus het stukje van de video wat ik gemist heb. Want ik laten we zo eens kijken. Knippen en plakken. Even kijken. De kop moet bovenaan in het midden. Hou je mond. Ik ben aan het praten. Oh, jongen. Nou, Een gedeelte ligt al op zijn plaats. Laten we doorgaan. Nou ken ik toevallig het geheim van de schuif. Oei. Ik geloof dat het u lukt, meester. Hou je mond dicht. Oei. Zoals ik zei. Ik ken het geheim van de schuif en die wil ik jullie ook heel graag laten zien. Al moet, meester. Even kijken. Want... wat altijd het moeilijkste is, dat zijn de stukken. Laten we zo eens kijken. Die als laatste twee in een rij komen. Nou, ik ga jullie het geheim laten zien. Oh, jongen. Oei. Dus waar je eigenlijk voor moet zorgen is dat het eerste stuk, dat moet op de verkeerde plaats terechtkomen. Het klinkt raar. Maar dat zorgt er wel voor dat... Hou moed, meester. Zeker als je het tweede stuk... Tenminste, dit is... Ja, dit is het tweede stuk. Kijk, nou ligt het eerste het stuk wat hieronder moet, dat ligt op de verkeerde plek. En het stuk wat daar moet, dus dit stuk moet hier, dat ligt op de goede plek. En dat is het geheim. Laten we zo eens kijken. Je moet heel goed nadenken wat waar moet. Nou, laten we zo eens kijken. Bij deze iets makkelijker, omdat een heel groot deel op zijn plek ligt. Wat ik jammer vind. Tada! Nu ben ik weer terug in mijn woonvertrekken. Maar je zou zeggen dat de grote deur die naar de rest van het kasteel leidt afgesloten is. De twee helften van de gouden zon die hem normaal versieren, die ontbreken. Laten we ze gaan zoeken. Zolang ik ze niet gevonden heb, blijft de deur gesloten. Goed. Kunnen we nu twee spellen gaan doen? Deze kant en deze kant. En de ene is, als ik het me goed herinner, iets met steentjes. Dat je een schaal naar boven moet halen. En de tweede ben ik vergeten. Dus ik hoop dat ik eerst die met stenen vind. Zodat het ook voor mij meester, blijft. Ik ben al tot hier gekomen. Maar ik weet niet hoe ik bij u moet komen. Blijf lekker daarboven. Dan heb ik een beetje rust. Laten we eerst deze kant op gaan. Ik zie de halve zon in de bol daar beneden. Als je stenen op de schalen van de weegschaal gooit, komt de bol naar boven. Als je links van mij klikt, gooi ik naar links. Als je rechts van mij klikt, gooi ik naar rechts. Oké, dus dit moet je timen. We moeten de weegschaal in evenwicht brengen.
Let op! De schalen zijn uit in evenwicht. Ze slingeren gevaarlijk heen en weer. Goed! De bol komt naar boven. Volgens mij heb je iets van 3 of 4 stenen per schaal nodig. We moeten de weegschaal in evenwicht brengen. Let op! De schalen zijn uit in evenwicht. Ze slingeren gevaarlijk heen en weer. Ik kan echt gewoon horen dat dit Belgisch is en dat vind ik fantastisch. Ik ben er bijna. We moeten de weegschaal in evenwicht brengen. Hou je mond. Let op! De schalen zijn uit in evenwicht. Ze slingeren gevaarlijk heen en weer. We moeten de weegschaal in evenwicht brengen. Let op! De schalen zijn uit in evenwicht. Ze slingeren gevaarlijk heen en weer. Ja, open de bol. Nu hoef je alleen nog maar de halve zon te pakken. Oh, ik weet ondertussen ook alweer wat de tweede opdracht was. Meester, maar wat was je toch? Ik ging bijna dood van de ongerustheid. Ondertussen is Bella waarschijnlijk al bezig om de spiegel te openen. Reuzenslangen! Ik droom niet. De stukken van de halve zon liggen verspreid tussen hen in. Ik moet naar ze toe lopen zonder die reptielen aan te raken. Oh, dit stuk herinner ik me niet. Hier is een stuk. Daar is er nog één. Oef, nog één. Daar is er nog één. Oef, nog één. Ah, daar is de laatste. Laten we hier snel weggaan. Plaats voordat u deze zaal uitgaat de helft van de gouden zon in de inventarisbank. Ik snap trouwens niet waarom hij niet wist dat deze dingen in zijn kasteel zaten. Meester? Meester, leeft u nog? Tuurlijk, joh. Kijk, nu hoeven we alleen het andere gedeelte van de zon nog op zijn plaats te zetten. Verdorie, de deur gaat nog steeds niet open. Ik moet iets vergeten zijn. Laten we verder zoeken. Volgens mij moeten we naar de laatste zaal. Het planetarium. Alles lijkt in orde hier. Laten we eens kijken. Je zou zeggen... Oh, ja, ik begrijp het al. De aardbeving heeft de sterren verschoven. Je moet de sterrentekens weer goed zetten door naar de sterrenhemel te kijken. Anders gaat de deur van de bibliotheek niet open. Hé, hey, hier blijf jij. Dat is één sterrenteken. Gewoon heel rustig. Ah, als ik de vingers van Bella eens had. Dat is er nog één. Goed, nou de volgende. Nee, hier blijf jij. De volgende.
zie al wat ik fout deed. De volgende. Nog één. Vier. Niet zo makkelijk. Hé, hey, de grote beer. Nou, die is makkelijk. Ik ben er bijna. Nog één. Kijk eens, alles is in orde. We kunnen gaan. Yes. Goed zo. Laten we nu snel teruggaan naar de bibliotheek. Meester, meester, maar waar was u toch? Ik laat het heel even erbij voor nu. Ik hoop wel dat jullie genoten hebben. Volgende keer gaan we de twee laatste delen spelen. Dus ik hoop jullie snel weer te zien. Tot ziens.